heb ik voor jullie namelijk de ABC Food Challenge. Een gevulde koek voor de letter G. Eerst voor de Q. Een quarter pounder. Maar nu ik het zo in die pot zie, heb ik wel zoiets van, nou, I don't know. Oh my god, jongens, ik wist helemaal niet dat we dit hadden. Nee, een donut. Een donut begint met de D. Terwijl we echt nog maar bij de letter O zijn, dus we moeten nog zoveel letters in het alfabet. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een super leuke challenge en ik heb hem al gezien bij een aantal YouTubers. En hij is ook al wel wat ouder, maar ik had deze challenge nog niet gedaan en hij leek me toch wel heel erg leuk om te doen. Vandaag heb ik voor jullie namelijk de ABC Food Challenge. Deze challenge houdt in dat ik een dag lang volgens het alfabet ga eten. Dus ik begin straks met het ontbijt met de letter A. En als het goed is, eindig ik aan het einde van de dag met de letter Z. Het wordt vandaag lekker veel eten in deze video en hopelijk vinden jullie het leuk. Heb je nou zin in deze video, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En let's get started! Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels al 11:15. Ik ben aangekleed en ik heb best wel trek gekregen. En het is ook wel echt tijd om even te gaan ontbijten. Nu moet ik vandaag dus volgens het alfabet eten. Dus dat begint bij de letter A. En ik heb al stiekem een beetje nagedacht over wat ik dan kan ontbijten als eerste. Nu zag ik in de koelkast als eerste een soort van frisbee staan. Alleen dan de supermarktversie, zeg maar de goedkopere versie, is ook prima te drinken. Alleen ik dacht dus dat het abrikozen was. Maar het is persiek. Dus die valt helaas af. Maar zag ik ander drinken, zag ik dit. En dit drinkt mijn vader altijd. Dit is het appelrode vruchtennectar. Nu drink ik dit eigenlijk bijna nooit, omdat ik dit niet heel erg lekker vind. Ik vind het een beetje te zoet of te zuur. Het is gewoon niet zo'n lekkere smaak, vind ik. Dus dit wordt in ieder geval ons drinken voor de letter A. Dan hebben wij gisteren soep gegeten. En toen had mijn moeder broodjes gehaald voor bij de soep. En daarvan was er nog eentje over. Nu denk ik dat hij niet heel lekker meer is. Maar goed, het hoort bij de letter B, broodje. En dan kunnen we die gewoon weer afvinken. Dus ik ga gewoon lekker dit broodje eten. Nu moet ik alleen natuurlijk nog wat op het broodje om erop te eten. Dus ik ga even kijken in de kast wat we hebben. Kijk, je hebt hier onze broodbelegkast en gewoon allemaal andere dingetjes. Maar er staat ook broodbeleg in. En ik zie hier staan café pindakaas. Oh, dat mag natuurlijk ook café pindakaas. En ik heb hier duo panotti. En dat heet eigenlijk chocopasta, maar ik weet niet of dat eerlijk is. Dus ik denk dat ik voor de café pindakaas ga. Maar we hebben meerdere. Dit is café pindakaas mild. Huh? Wat is dit voor gekke? Oh, pindasaus. Dus dit kan sowieso niet op brood. Dat is niet lekker, denk ik. En dit is ook café pindasaus. Dus dit kan je toch helemaal niet, dit kan je helemaal niet op brood eten, joh. Nou, deze valt dus sowieso af, want dit is pindasaus. Dus dat kan je helemaal niet op brood eten, deze alle drie. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dan ga ik gewoon voor de duo panotti of voor de Nutella even kijken. Nou, ik ga voor de duo panotti. En dit wordt gewoon duo panotti, dat wordt gewoon nummer C, dus chocopasta, want ik vind dat dat er gewoon mee door mag. Dus dan hebben we als ontbijt, hebben we Solevita appelrode vruchtennectar, chocopasta en een broodje. Ik heb inmiddels het ontbijt klaargemaakt en ik heb hier mijn vruchtensapje met appel en rode vruchten volgens mij. Ja, dat was het. En ik heb hier mijn broodje met chocoladepasta. Oh, het plakt een beetje aan elkaar. Maar er zit chocoladepasta op. Dus ik ga dit even opeten. Ik hoop dat het broodje nog een beetje lekker is. Maar goed, daar ga ik nu achter komen. Dus eet smakelijk. Het ontbijt is zo goed als op. Het broodje is in ieder geval helemaal op. En het was niet heel lekker meer. Maar ik had zoiets van, ja, ik moet toch ontbijten. Dus ik heb maar gewoon opgegeten. Met de chocopasta lukt het wel, want ik vind dat gewoon lekker. En mijn drink is zo goed als op. Eigenlijk is het helemaal niet zo vies. Het is nog best wel lekker. Het is gewoon lekker verfrissend. Dus dit drink ik zo even op. En dan ga ik met Roos naar de stad toe. Dus misschien dat ik daar dan wat kan fixen voor eventueel de letter D. En misschien wel meer letters. Ik ben nu in de stad en het is echt super druk in de stad. Je kan hier wel de winkelstraat achter mij zien. En het is echt oprecht zo druk dat ik in de stad niet eens kon filmen zonder dat ik er echt allemaal mensen op zou hebben. Dus ik had zoiets van oké, ik wacht gewoon even met filmen. Ik ben hier bij mijn opa en oma en die wonen dus in de stad. Die wonen boven een winkel. Dus heel erg makkelijk ben ik lekker dichtbij. En wij liepen langs het Bakker Bart. En toen dacht ik, hebben ze daar niet iets met het D? Want ik was de hele tijd aan het denken. En toen dacht ik ineens, een donut. Een donut begint met de D. Dus voor de letter D heb ik een donut. En het is mijn favoriete donut, want het is een donut met wit glazuur en dan gewoon zonder vulling. Dat vind ik het lekkerst. Dus ik heb nu lekker een donut voor de D. Even lekker eten, wat drinken en dan gaan we zo weer naar huis. Dus enjoy! Ik ben inmiddels weer thuis en we hebben in de stad even lekker geshopt. En van al dat shoppen, je kan hier achter de tas wel zien staan, heb ik het best wel een beetje warm gekregen en heb ik heel veel zin in drinken.
En Roos had in de stad al wat drinken gehaald. Maar ik had de laatste pech dat ik daar niks kon vinden met de E. En het was ook heel druk, dus ik kon ook niks filmen. Dus ik dacht, nou dan wacht ik wel even tot thuis. Toen was ik bij mijn oma, het vroeg van ja, wat voor drinken heb je met de E? Heb jij misschien nog een idee? Toen zei ze, nou je hebt toch gewoon Engelse thee, dus English tea. Toen ging ik kijken in onze kast en we hadden in zo'n pot en we hadden allemaal thee. En ik heb nog een zakje English tea. Dus ik ga nu de theepot aanzetten, dan doe ik dit zakje erin en dan heb ik lekker een kopje thee. Nu had ik hier niet heel veel zin in, want het is buiten best wel warm. Ik had liever zin in iets koels. Maar goed, hebben we helaas niet. Dus ik ga nu even thee zetten en dan een theetje drinken. Het theetje is gezet, dus die ga ik zo lekker opdrinken. Maar nu heb ik ook wel zin om er even wat bij te eten. En we zijn dus nu net bij de letter E en we zijn nu aangekomen bij letter F. En bij F denk ik persoonlijk direct aan fruit. Dus ik ga even kijken of wij nog fruit hebben. Ik weet het niet zeker, omdat wij dus bijna op vakantie gaan, hebben we niet heel veel meer in huis. Maar ik zit even te kijken, misschien in de fruitla. Ik zie hier een breaker liggen, maar dat is niet echt fruit, dus deze vind ik niet tellen. Ondanks dat wel framboos is, vind ik dit niet helemaal tellen, want het is eigenlijk niet iets van met de F. Ik zie daar een Vivid drinkyoghurt liggen, maar wacht. Oh, dit is helemaal top, jongens. Ik was echt heel dom aan het kijken, maar we hebben hier ook gewoon Sweet Eve frambozen. Dus ik ga denk ik gewoon lekker deze framboosjes eten, een paar. En dan ja, heb ik ook weer de F klaar, frambozen. Ik heb alles even klaargemaakt, er staat mijn framboos en mijn theetje. En ik ga het nu lekker opeten. Ik heb heel veel zin in die frambozen, omdat het wel een soort van verkoelend is. Dus ik ga alles even lekker opeten. Enjoy! De frambozen en de thee zijn inmiddels op en we zijn nu aangekomen bij de letter G. En Roos en ik hadden wel zin in gewoon iets zoets. En Roos doet niet mee met de challenge, maar... Ze dacht, oké, dan ga ik nu ook wat eten met een G. En we hadden al een beetje gekeken en toen zagen we wat liggen in onze ja, snoep- en koekkast. We hebben hier heel veel lekker eten liggen. Daaronder liggen vooral chips en zo, dus daar hebben we niet heel veel aan. Maar toen zagen we ook deze mini gevulde koekjes liggen. Dus deze gaan we nu lekker eten. Een gevulde koek voor de letter? G. Roos komt hier naar binnen lopen. En Roos, wat heb je gehaald? Twee Italiaanse bollen. Want we zijn nu aangekomen bij de letter H. En ik zag dat wij in de koelkast nog ham hadden liggen. En wij moeten nog middag eten. Dus Roos bij de Albert Heijn die belt mij van Bo, had je al iets voor de I? En toen zag ze dus de Italiaanse bollen. Dus we hebben nu direct, we hebben heel veel wat we kunnen afspreken. Want ik heb nog wat ideetjes, tenminste als we dat hebben. We waren nu aangekomen bij de H. En voor de H gaan we ham doen. Dan vervolgens komen we aan bij de I. En daarvoor doen we een Italiaanse bol. Dan komen we aan bij de J. En ik hoop heel erg dat we dit nog hebben. Ik weet het niet zeker. Ik kwam er namelijk net pas aan. Toen jij hem net ophing, toen dacht ik, oké, wat kunnen we dan bij drinken? En ik denk dat we dat... Yes, we hebben het nog. We hebben het nog. Gelukkig. Ik ben er heel blij mee. Mijn moeder had gisteren jus d'orange meegenomen. En ik wist niet of het opgedronken was. Maar ik dacht van niet. En gelukkig is dat ook niet zo. Dus voor de J hebben we jus d'orange. En dan komen we aan bij de K. En wij eten heel vaak broodjes met ham en kaas. En laten we nu ook nog eens kaas in huis hebben. Dus hebben we de K ook direct afgestreept voor kaas. We hebben de lunch klaargemaakt en Roos zit buiten camera, maar die cheat ook nu, want die heeft een broodje met gebraden gehakt. En niet zoals ik heb. Maar ik heb in ieder geval een Italiaanse bol van de I. Dan heb ik daarop een plakje ham van de A. Een plakje K. Plakje kaas van de K. En ik heb jus d'orange, dus dit ga ik even lekker eten. Lekkere lunch vind ik zelf. Dus eet smakelijk, Roos. Ja. De lunch zit er inmiddels op en ik heb even mijn haar vastgedaan. Het ziet er echt ontzettend goed uit. Maar ik ben net even bezig geweest op mijn MacBook. En ik heb best wel zin gekregen in iets drinken. Nu is het buiten ook heel warm en ik drink sowieso altijd heel veel. Maar ik ben nu aangekomen bij de letter L. En daar ben ik heel blij mee. Want dit had ik zeg maar toen ik deze challenge ging doen. Wist ik vanaf het begin al wat ik bij de L ging doen. Wij drinken altijd thuis bijna alle drie Iced Tea Green. En wij hebben altijd die van Lipton. En nu zie ik boven in de kast weer een nieuw pak. Oh, hij is al wel open geweest. In ieder geval het pak Iced Tea Green liggen van Lipton. Wat is inhoud dat het met de L begint? Dus Lipton Iced Tea voor letter nummer 1. Ik had hier oprecht zoveel zin in, want ik heb dus nog de hele dag geen Iced Tea Green gehad. Omdat, ja, dat kwam nog niet voor in mijn alfabet. Of in ieder geval de I heb ik al wel gehad. Maar ja, die heb ik ook net pas drie kwartier geleden gehad. En dat was Italiaanse bol. Dus we gaan bij de L nu lekker voor Lipton. Ik heb daar mijn glas Lipton Icy staan. En ik wil nu eigenlijk graag nog wat kleins erbij nemen. Om even die M ook alweer af te vinken. Zodat ik weer een letter gedaan heb. Ik zit even te kijken en ik hoopte dat we wat hadden. Nou, ik kan een Mentos kauwgompje nemen. Dat zou kunnen. Maar wat ik me dus bedacht is. We hebben hier de M. Dus dan kan ik een M&M nemen voor letter M. Maar na de M komt de N. En dit zijn M&M's met noten erin.
Dus dat betekent, als ik een M&M neem, dan heb ik direct de M voor M&M's. En de N voor noten die dus in deze M&M's zitten. Nu heb ik best wel kort geleden geluncht. Ik heb niet heel veel trek, dus ik neem gewoon twee M&M's. Eentje voor de M en eentje voor de N. Dus de N is gewoon de noten en de M is gewoon de M&M's. Dus nou, ik ga even lekker genieten van mijn glas Lipton. Ik ga even verder eten. En dan ben ik straks weer bij jullie terug voor de letter O. Nu ben ik dus nu aangekomen bij de O. En ik zat even te denken en ik heb bijvoorbeeld AH-site. Ik weet niet of dat mag, ik denk dat het een beetje cheat is. Heb ik de O ingevuld en toen kreeg ik Oobliehoorn, dus ijshoorntjes. Nu weet ik dat wij nog ijshoorntjes in de kast hebben staan. Maar ja, ik ga ook niet een los ijshoorntje eten. De volgende letter is wel een P, alleen ik zat te denken welk ijsje met P. Want wij hebben wel heel veel ijs in de vriezer, maar volgens mij geen ijs met een P. Ijs wat we in de vriezer hebben. Even kijken. Dit is vanille, chocola, strawberry. Nou, die mag sowieso niet. Wat hebben we hier? Vrijdag soort mag ook niet. Bosvrucht mag ook niet. Ik hoop echt dat we dit nog meer ijs hebben. Wat hebben we hier? Oh, wat is dit voor ijs? Oh my god, jongens. Ik wist helemaal niet dat we dit hadden. Pecan karamel ijs. Dus dit is gewoon de P die mag. Ja, ik doe even de vriezer dicht. Maar ik wist helemaal niet dat wij pecan karamel ijs hadden. Ik vind dat wel heel lekker. Maar ik dacht dat het inmiddels al lang op was. Want laatst waren hier allemaal vriendinnen van mijn zusjes en zo. En toen had iedereen ijs en zo gehad. Dus ik dacht, nou ja, weet je, die pecan karamel ijs is al lang op. En ik had er ook helemaal niet meer bij nagedacht. Maar in ieder geval heel erg blij. Ik ga dus nu even een ijsje maken op de Oobliehoorn. En een bolletje pecan karamel ijs. Ik ga vragen of Roos ook wil. Maar dan kan ik dus nu de O voor Oobliehoorn wegstrepen. En de P voor pecan karamel ijs. Ik ga wel maar voor één bolletje ijs. Want ik kan echt niet meer ijs op dan dat. Omdat ik natuurlijk straks moet avondeten. En ik moet nog zoveel letters. Ik heb net nog M&M's gehad. Ik heb net nog, nou net. Ik heb ook nog een tijd geleden geluncht. Dus we gaan lekker voor één bolletje. En dan een hoortje. Lekker. Het is inmiddels 5:30 en ik vond het wel tijd voor avondeten. Nu ben ik bij de letter. Ik ga even kijken in mijn rijtje. Even kijken, ik heb daar ook in notities alle letters even gezet. Ik ben aangekomen bij de letter Q. En nu hadden wij even gekeken bij verschillende fastfoodketens. En nu kwamen wij bij de McDonald's al heel snel op een quarter pounder. Nou, dan gaan we die dus even halen zometeen bij de McDonald's avondeten. En daarna heb ik dan de R, dan de S, dan de T, U, V, W, X, Y, Z. Dat zijn de enige letters nog. Dus we gaan sowieso even naar de Mac toe voor die quarter pounder. En misschien zien we daar nog wel meer dingen die dan weer voor de letter R kunnen en de S en misschien nog wel verder. Dus dat gaan we even kijken. We gaan als eerste naar de Mac toe nu. Dus ik pak mijn spullen en let's go to the Mac. Oké, we zitten nu bij de McDonald's en we hebben net alles besteld. We moeten even wachten op onze bestelling en we zijn nummer 100. En als we de bestelling hebben, zal ik wel even laten zien wat ik nu precies besteld heb voor welke letter. Nu had ik het net al veel gehoord, maar dat was een beetje onduidelijk. Dus ik ga het jullie zo even laten zien. Oké, wat we besteld hebben. Als eerst voor de Q een quarter pounder. Dan voor de R heb ik een rood fruit milkshake. En een roosterde vanille milkshake, maar ja, die doet niet mee met de challenge natuurlijk. Dan heb ik voor de S sweet potatoes. En ik heb nog nooit sweet potatoes gehad. Ook nog nooit een rood fruit milkshake. Ik ben heel benieuwd hoe dat proeft. Roos heeft gewoon een frietje en een vanille milkshake. Dus eet smakelijk, Roos. We zitten weer op de fiets. En waarschijnlijk horen jullie nu heel veel wind. Dus sorry daarvoor. Het eten was best wel lekker. Alleen de rode fruit milkshake was een beetje te zoet. En de sweet potatoes waren ook niet echt mijn ding. Maar goed, we hebben het weer voltooid. We hebben wat letters weggehaald. Wij fietsen nu naar de Albert Heijn toe. Want dan gaan we even tiramisu halen. Oftewel dus de thee. En dat doen we lekker als toetje. Dus we gaan nu naar de Albert Heijn toe. En dan gaan we de tiramisu halen als ze het hebben. De avondeten is inmiddels een beetje gezakt en we zijn weer terug thuis. En ik had net met Roos tiramisu gehaald, want we zijn dus aangekomen bij de letter T. En there it is, de tiramisu. En tiramisu staat dus voor de letter T. Dus ook de letter T kunnen we weer afvinken. Ik heb hier de tiramisu en ik weet nog van vroeger dat ik toen tiramisu niet heel lekker vond. Maar goed, misschien vind ik het nu wel heel lekker. Ik heb geen idee, ik heb het al heel lang niet meer gegeten. Dus we gaan het gewoon openmaken en dan ga ik het even proeven. Oh ja, ik weet nog hoe het zat. Ik vond gewoon altijd het spul wel lekker, maar ik vind de bodem heel vies. Want dat is een soort van nat biscuit met koffie en ik vind koffie niet vies. Ik vind biscuit niet vies, maar dat samen vind ik echt niet lekker. Dus ik ga gewoon alleen de bovenkant opeten. Lekker toetje en we kunnen de thee afvinken. Ik heb echt net de tiramisu op en toen ging ik kijken welke letter hierna kwam.
En na de T komt natuurlijk de U. En bij U dacht ik direct aan uitjes. En toen dacht ik echt van ja, oh my god, straks moet ik gewoon rauwe ei eten. En dat vind ik heel vies. Of nou, ik vind het niet vies of zo in combinatie met iets of zo. Maar wel als ik het echt los moet eten. En dan zag ik gelukkig achter in de koelkast, ik heb nu even hier voorin gezet, Amsterdamse uitjes staan. Of in ieder geval het heet zoetzure uitjes. Ik noem dat Amsterdamse uitjes. Maar gelukkig hebben we dit. En ik vind dit best wel lekker. Want ik vind augurken zo vind ik ook niet vies. Dus gelukkig hebben we dit. Hoef ik geen rauwe uit eten. Want dat leek me echt een drama. Dus ik ga hier even eentje van eten denk ik. Ik ga niet heel veel eten. Want dat is echt te zuur. Maar ja, let's do it. Oké, ik vond dit echt altijd heel lekker als ik dit ergens bij zie of zo. Bij een gerecht. Maar nu ik het zo in die pot zie heb ik wel zoiets van nou, I don't know. Here it is. Het Amsterdamse uitje zit erin. En ik ben nu aangekomen bij letter V. En ik heb best wel dorst, want ik heb nu echt zo'n vieze smaak in mijn mond van dit. Want ik vind het wel lekker, maar gewoon die nasmaak is niet zo chill. Dus we gaan denk ik maar gewoon direct kijken of we het in de koelkast hebben qua drinken met de letter V. Ik hoop het. Oké, dit drink valt af. Dit valt ook af. Hier hebben we niks. We hebben hier Lipton. We hebben hier... Is het optimaal? Nee, nee, nee. Gelukkig. Oh, yes. Jongens, we hebben Vivit. Er komt wat water vanaf. Maar we hebben Vivit drinkyoghurt. En dit begint met een V. Dus dat betekent dat ik dit mag drinken. Ik dacht dat het optimaal was. Maar gelukkig is het Vivit. Dus ik ga lekker Vivit drinken. Dit is nou niet iets wat ik echt normaal gesproken op dit tijdstip zou drinken. Maar goed, enjoy it. Drink ze. Ik ben het een hele tijd bezig geweest met het editen van mijn video's. En dat heb ik nu klaar. En ik wou wel even wat gaan drinken en ik ben aangekomen bij de letter W, dus dat is makkelijk. Gewoon een lekker glas water. We hebben het glas water, dus die ga ik zo lekker opdrinken. En de volgende letter die we dan krijgen is de X. En nu wist ik eigenlijk niet goed wat ik bij de X moest doen, dus ik ging even googlen op de Albert Heijn site. En toen kwam ik bij Silly Fresh Kauwgoen. En dit was echt het enige wat ik kon vinden met de X, dus die hebben we even gehaald. En ik ga ook maar gewoon een kauwgompje nemen, denk ik. En we nemen er gewoon lekker eentje. En ondertussen ga ik ook even mijn water drinken. Het is inmiddels al een stuk later. En ik heb vanavond eigenlijk al een begin gemaakt aan het inpakken van mijn koffer. Want ik ga dus morgen op vakantie. Maar ik heb dus ook nog een paar letters die ik moet afronden van het alfabet. We waren gebleven bij de X. En we zijn nu aangekomen bij de I. En bij de I dacht ik eigenlijk zelf direct aan yoghurt. En na de I kwam de Z. En bij de Z kon ik niet zo goed wat bedenken. En we hadden ook niks meer. Maar toen keek ik naar het product wat ik in gedachten had voor de letter I. Of in ieder geval de Griekse I. En toen dacht ik, maar Z kan ik ook gebruiken voor zonder suiker. Dus wat ik nu heb is een breaker, oftewel dus yoghurt. No sugar, dus zonder suiker. Dus de Griekse I, of in ieder geval de I, staat voor yoghurt. En de Z staat voor zonder suiker, oftewel een breaker zonder suiker. Nu ga ik zo meteen slapen en ik ga nog een klein dingetje afediten. Dus tijdens dat editen ga ik even lekker genieten van mijn breakertje. Ik heb er eentje met framboos granaatappel. Vind ik altijd super lekker. Dit was het enige die we nog hadden. We hadden ook nog bosbes, maar die vind ik niet zo. Dus ik ga hier lekker van genieten, nog even editen. En dan was dit al wel weer de laatste letter van het alfabet. De breaker is echt heel lekker, ik heb hem even geproefd. Maar ik ga hier lekker van genieten en dan zit de challenge er alweer op. Dan was het weer de challenge en ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik moet wel zeggen dat ik deze dag echt zoveel gegeten heb. Dat ik wel echt heel erg vol zat. Want ik heb die dag gewoon 26 dingen gegeten. En tuurlijk eet je op een dag wel veel. Maar 26 dingen was toch wel heel erg veel. Ik vond de challenge in ieder geval zeker geslaagd. En wil jij dat ik nou nog een keer zo'n challenge ga doen? Laat het me dan even weten in de reacties. En laat ook weten welke challenge. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je de video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!